Zo'n Stephanie Laurier. Ze is er weer, ze heeft ook van alles beleefd. Oh, ik stil zijn, oké. Okay. Wordt er geklapt voor kunst? Dat weet ik eigenlijk niet. Krijg ik een applaus? Zeker. In totaal 5 klappen. Ik was mijn zonnebril vergeten op te zetten. Nou, dat... maar ik weet niet. Ook dat voegt iets toe. Ook, oh ook ja? Dat maakt het magisch. Dit was sowieso, ja. Maar kijk, dit was beter geweest. Kijk, dit, als ik dit had gedaan. Het magische dat ik heb gezien vandaag. Echt? Kijk, als ik dit had gedaan. Ja? Dat is beter geweest. Nee. Snap je? Ja. Nou ja, goed. Had je de camera gezien in je zonnebril? Dat was sowieso nog wel een opmerking dat je zag heel vaak de schaduw van de camera, man of vrouw. Ik weet niet wie het aan het filmen was. Ja, maar... ik. Maar dat was juist de bedoeling. Oh ja. Snap je? Dat was juist... Ja. Nee, dan vind ik het goed. Dat is juist goed. Dat is altijd mijn motto geweest. Ja. Ja, dat weet ik. Daarom deed ik het ook, snap je? Ik dacht van, je moet het juist... Okay. Je moet altijd zien, dus magie vind ik goed. Maar je moet ook zien hoe het toch tot stand komt. Dus ook meteen weer kapot maken.
Nee, dan is het goochelen als je het kapot maakt, denk ik. Dus ja, Ja, misschien. dat heb ik misschien niet verkeerd gedaan. Maar misschien kwam het ook omdat Hans Kazan net in beeld was, snap je? Ik had eigenlijk iets anders en dan, ja, misschien, ik denk dat het Hans Kazan was. Die het toch een Nou, beetje. als het Hans Kazan was, dan ben ik hem nog dankbaarder dan ik al was. Ja. Ik heb nog nooit zoiets goeds op televisie gezien. En Echt? ik heb Oh my heel veel god. televisie gekeken in mijn leven. Dat Ja, dat klopt. geef ik meteen toe. Hoeveel kijkers kijken er hier naar? Ik weet het van 2 zeker en er wordt gezegd rond de 30. Maar er wordt ook Nou, continu tegengesproken. kijk, onder de Dus 100.000. is meer dan dat er normaal gesproken in onze theaterzalen zouden zitten, natuurlijk. Ja, dat is sowieso. Dat is altijd een meerwaarde, ja. Ja, klopt. Ja. Ja. En waren dit nou allemaal dingen voor jou die jij magisch vindt? Nou, eigenlijk niet. Nou, kijk, jij. Of heb je liever niet dat ik het ga verklaren? Nee, maar het is meer van. Jij ze had het over magie. En toen dacht ik. Ja, weet ik. Ik ga dat gewoon niet vertellen. Weet ik veel. Ik dacht gewoon, het is gewoon lachen. Nee, Moet het, ik vind het toch? schitterend. Het is gewoon een beleving. Dat is het Ja. eigenlijk. Nou ja, daarom wilde ik je ook weer heel graag in de uitzending. Niet alleen maar omdat Niet je alleen om zo, mijn uiterlijk. zoveel toevoegt. Op die, ja, niet alleen visueel veel toevoegt, maar ook inhoudelijk. Want ja, je hebt nu de anti-verveelclub. Dat vind ik ook echt heel erg spectaculair. Ja, is dat zo? Ja, Oh, dat ben ik goed. een van de weinige ja, gelikt uitziende producties van deze tijd. Dus Kijk. ja, misschien. Ja. Dit is trouwens wel heel erg mooi in de zonnebril. Ik snap nu meer wat je bedoelt met de schaduw van de camera. Snap je? Ja, en Ja. deze outfit is trouwens sowieso goed. Dat haar is ook goed. Ja, het is een beetje soort Andy Warhol-achtige en dit soort astronaut iets. Ik moet wel zeggen dat ik dit pak van Jelka van Houten heb gekregen. Oh, daar gaan we. Ja. Ja, ik moet dat zeggen. Ik mag geen namen noemen, maar het komt wel door Jelka. Die sponsort me in alles. Dus Ja, en wie dank. sponsort Jelka dan? Ja, ik wil het denk ik niet weten. Nee, nee, nee. Sorry, ja, ik vergeet de hele tijd dat dit wordt uitgezonden. Dus als je dat soort dingen zegt, dat er dan Ja. morgen op nu.nl staat Stephanie Laurier doet een boekje open over Jelka van Houten. Ja, we kunnen het wel proberen. Kijken. Heb je trouwens een Anton Poes gegeten? Nou, ik zweer het je, gisteren waren de 2 Albert Heijn's waar ik het heb geprobeerd, waren de koningstompoessen uitverkocht. Het is echt waar, maar ik was gisteren ook niet in Amsterdam, hè, dus dat zegt wel wat. Ik was waarschijnlijk een heel koningsgezin in de buurt. Oh ja, en je hebt alleen maar, dat klopt, je hebt alleen in Amsterdam tompoessen. Maar toen dacht ik inderdaad, ja, nu heb je echt magie goed verwoord, toen je dus... De oranje tompoes. Ik dacht namelijk dat wat je ermee probeerde te zeggen was dat Ja. jij dus dat je al de tompoes een heel klein beetje voor had gesneden. Nee, En dat was. wat voor jou dus echt de magic was, is dat je dus in één keer de tompoes een stukje met je vork vanaf krijgt zonder dat die helemaal uit elkaar valt. Ik ga je Ja. iets vertellen. Mensen gaan blown away zijn. Ik wilde de tompoes en ik dacht, oh ja, dat lukt nooit. En ik pak hem eruit en serieus, er zit al uit zichzelf al een scheur in. Het was nu toevallig. Alsof het zo had moeten zijn. Ik maak geen grap. Het is een beetje jouw witte walvis. Ja, dit is... Denk ik. Dit is ongelooflijk. Dit is pas magie. Inderdaad. Nou dat ja. je de tompoes probeert doormidden en er zit al een scheur in. Kijk, daar zit ook magie in. Ja, want wat ik altijd heb, of tot nu toe tenminste, ik hoop natuurlijk dat ik door het nu uit te spreken weg kan halen uit mijn lijst van vervloekingen. Maar ik heb dus altijd dat als mensen zeggen van we gaan het even droog oefenen, de camera staat nog niet aan, dan gebeurt er altijd Ja, iets wonderlijks. altijd. En dan zodra de camera aangaat, stopt Ja. het. Maar
Ja, dat is ook wel bizar. Want voordat ik in de uitzending was, toen gebeurden echt magische dingen hier. Maar goed, dat is, ja, Ja. dat is ongelooflijk. Maar ja, dat hoef Ja, ik niet meer te exact. vertellen. Maar echt precies net voordat ik in de uitzending kwam. Het is bizar. Maar goed, ja, dat is altijd. Dit was oké. Okay. Dit was oké. Okay. Ja. Ja, het beste kunstwerk of de beste performance, die is nooit gezien, denk ik. Maar nee, die heeft wel plaatsgevonden. Ja, we hadden het ook over, eigenlijk moeten we elkaar gewoon bellen op een onverwachts moment. Maar dat kan gewoon nu hier niet. Want je weet het gewoon. Nee, dus want gewoon er is altijd een redactie die dan voorbelt. Ja, die zegt tussen, en ook nog een tijd, je wordt tussen zo en zo gebeld. Ja, dan gaan we het over magie hebben. Wat? Ja, ik weet het. Ja, ik weet ga het. Op de grond liggen, dat is het beste. Ja, dat ben ik toch aan het doen. Snap je? Dus nee, het zijn de voorgesprekken die onze cultuur uiteindelijk echt genekt hebben. Maar dat is natuurlijk het beste, dat heb je ook, dat als je juist in de regels van dat het moet, nu moet het gaan gebeuren, en je weet dat het allemaal voorgeprogrammeerd is, dat je dan op zoek gaat naar magie, toch? Dat het echt lijkt. Terwijl je weet dat het niet echt is. Ja, hoewel, soms kan juist ook het manipuleren van dingen of het gevoel hebben dat je controle hebt over je leven, kan ook een heel magisch gevoel zijn. Ja, maar ik bedoel, het kan ook gewoon geanceneerd zijn, maar als iemand anders dat bijvoorbeeld denkt, of het publiek denkt dat het wel echt is, terwijl jij weet dat het niet zo is. Snap je? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, nou, het is vaak, denk ik, juist andersom. De magie is het dat jij weet dat het veel echter is dan dat het publiek denkt dat het is. Dat is toch ook heel vaak in die shows, dat als er iemand door de helft wordt gezaagd, dat die persoon ook echt door de helft wordt gezaagd. Omdat dat is veel goedkoper om te doen met Chinezen dan om zo'n kist te kopen waar je dubbel gevouwen in kan zitten. Dus. Ah, dat is Ja, echt dan slim. Uiteindelijk, Ik dat heb is daar het probleem van magie, denk ik. Ah, ik heb er nooit zo over nagedacht. Oh, bizar. Ik zat al een keertje bij de show van Hans Kazan. En ik liep maar binnen toen. Ja. Ik zag zo bij de achtergang, artiesten ingang, allemaal zo. Ah, ja. Ja, precies. Ah, Ja, je ziet allemaal van die rouwende mensen uit Azië. En die worden daarna naar Body of Worlds gestuurd. Oh my god. Dit is, ik weet niet of ik dit had willen weten, want nu is die magie, weet je wel, ook. Ja. Ja, magie is ook onwetendheid, zou ik zeggen. Hè. Kennis is. Ja, kennis maakt alles kapot. De vijand van magie. Ja. Kennis maakt alles kapot. Liefst. Ja. Wel kennis of geen kennis? Wel kennis of geen kennis? Nee, ja, ik bedoel, welke kennis van jou heeft het meest kapot gemaakt? Welke kennis? Of welke kennis? Of welke kennis? De kennis of, een kennis? Ja, zit daar een verschil in? Ja, je hebt toch ook gewoon een kennis van een familie? Ja. Welke kennis? Ja. Gewoon de kennis die een last is. Van de familie. Ja, van de familie, ja. Nee, dan is het toch, familie is toch geen kennis? Nee, maar ik bedoel, je hebt ook gewoon de kennis een van. Een familielid kan geen kennis. Nee, oké, maar dat is een kennis. Maar je hebt toch ook de kennis gewoon van de kennis. Van de je kennis hebt toch van ook een iets. Kennis van jezelf. Waarom, ja, waarom heb jij alleen maar kennis via je familie? Nee, maar ik bedoel een voorbeeld. Dus je hebt ook gewoon kennis als in kennis van de wetenschap, kennis van. Snap je? Ik kan ook zulke kennis bedoelen. Welke kennis heb je? Ja, zoals Neil deGrasse Tyson. Oh dat my is dan god. De kennis van de wetenschap. Ja, Jezus, we gaan echt diep, diep nu. Ja, het bereikt bijna Hanneke Groenteman-achtige dieptes. We hebben altijd gezegd dat we dat niet willen. Nee. Nou, gewoon een beetje met een teentje erin dippen. En, snap. Nou, ik weet niet of wij nog in staat zijn om zo diep te gaan. Dat is zoals Hanneke Groenteman. Die gaat nou, echt kijk, diep. In de tijd van Anneke Groenteman gingen mensen nog naar de maan. En nu gaan mensen naar een space station of zoiets. Dus ja, een stuk minder ver. Ik mis Anneke Groenteman. Komt hij ook nog in de uitzending?
Ja, zoals vorige week. Ik kan even kijken of we haar nog kunnen toevoegen. Is er iemand van de redactie die nog niet is afgehaakt? Maar is er iemand... Nou, hoezo niet afgehaakt? Dit is toch televisie? Ik ben... Weet je hoe fucking lang ik hiermee bezig ben? Volgens mij komen nee, even serieus. Even de mag op mijn been klemmen. Hoor je jongens, niet meer? Ik hoor je niet meer. Nee, wacht eens. Weet je hoe lang ik hiermee bezig ben geweest? Ik heb dit hele... Ik moest eerst het raam afplakken. Hè? Wat? Nee. Met het raam afplakken. Nee. Snap je? Oh, ik moest, snap je? Een schuldgevoel. Ja? Wow. En ik heb hier allemaal pijltjes op gemaakt. Moest ik allemaal zo ik tekenen. Het. En ik had eerst Waarom Magic. Heb je dit allemaal? Nee. En, kijk, en ik had eerst Magic. Had ik verkeerd opgeschreven. Nee. Toen kwam ik pas net achter. Ik zie het niet. Laat me zien. Wel, ik had dus dit opgeschreven. Magic met een G. Dat is veel beter. Is veel beter. Wil je nog even een stoomcursus? Daar gaat mijn kennis. Dat kan ik net. Want dat moest ik ook nog snel doen terwijl Hans aan bezig was. Jij hebt het woord magic opgeschreven terwijl Hans Kazan bezig was? Ja, en dat ging dus fout. Nou ja, nee, ja, toen goed. Maar door Hans Kazan besefte ik me dat magic niet wordt geschreven met G-I-G. Ik vind het een wonderlijk tafereel, ja. Anti-verveelclub, kijk ernaar. Nou ja, niet alleen naar het papiertje. Je kunt Google het, dan vind je het vanzelf wel. YouTube. YouTube. Ja, is... Instagram. Ja. Oh, ik wil trouwens iedereen zeggen, die al die honderden mensen die nu kijken, ook Hanneke Groenteman, ga op de grond liggen. Het is echt wel lekker. Het is inderdaad sowieso voor, vind ik, de shots heel erg goed. Ja, maar het is ook wel echt lekker. Ik vind dat iedereen die nu in de uitzending komt, op de grond moet liggen. Of we moet. Gaan het proberen. Ik krijg ook binnen dat we een inbeller hebben. Wie is dat dan? Hanneke Groenteman. Ik hoop het zo. Ja, ik hoop het ook. Blijf alsjeblieft wel hangen, Stephanie. Niet jezelf weg. Nou ja, als het Hanneke Groenteman niet is, dan ben ik weg, hoor. Oké. Oh, als laat DJ... de inbeller maar komen. Dubbeltje op het... DJ Jean, ja. Die had ook bizarre verhalen. Dat heeft me ook heel erg bezig gehouden. Die geeft VR danceconcerten. Dus ja, in die wereld lukt het wel. Maar ja, ik word zelf zo snel kotsmisselijk van VR. Ja, maar we kunnen het proberen. Ja, heb jij een VR-bril? Ja, ik heb er wel een. Oké. Maar... Trouwens, eerst komt Saskia nog. Ja, gooi Saskia er maar in. Wie is Saskia? Dat weet ik niet. Het kan mijn schoonmoeder zijn. Het kan ook iemand anders zijn. Het is... Oh, hallo. Saskia. Ja, dit is je schoonmoeder. Oh, wat leuk! Ongelooflijke verandering. Oh, dit is fantastisch. Dezelfde kleur haar. Wat ja, leuk. Ja, groenteman. Nee, maar dit is veel, veel, beter. Veel beter. Echt veel ja. beter. Oh, wat en leuk. Een oh, ik opluchting. Zie het. Ja, wat nou, leuk. Dat kan je niet zien, hoor. Jawel. Oh, van Alice. Oh, je kent Alice. Zeker. Ja. Oh, wat leuk. Beetje. Nou, ik ken Alice. Ik mag echt wel zeggen dat ik Alice... Ja, okay, ik ken Alice wel, hoor. Ja, dat ik weet waar. Nog niet met wie jullie allemaal omgaan. Dus vandaar. Heeft Alice het nooit over mij gehad? Sorry. Stephanie Laurier. Stephanie. Nee, ze heeft het altijd over zijn examen. Ja. Nee, ja, maar ze bedoelt vaak, ja, Stephanie Laurie. Ja, onze namen lijken een beetje op elkaar. Dat kan misschien ook wel Stephanie en Stefano. Dus dat is dat, mensen maken ja. vaak een fout daarin. Ja, ja, ja. En Saskia, heb je ook behoefte om op de grond te liggen? Of liever niet? Ik ben niet zo technisch, dus ik blijf gewoon even zitten, want dan weet ik in ieder geval dat het goed zit. Oh ja, dat begrijp dus ik ook. Blijf zitten als je het niet erg vindt. En daar komt nog bij dat ik een hele grote scheur in mijn plafond heb. En dan zie je die tenminste ook niet. Ja, dat vind ik een hele goede reden. Oh, kijk, eigenlijk helemaal niet naar het plafond. Oh ja. Nee, ja, je ziet hem nu ook. Dat is hem. Saskia, hoe is het? Hoe was de dag? Saskia, saai. Is de allerleukste juf op aarde. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Ja, ja maar deze juf 8. Heeft nu even vakantie. Ja, oh ja, dat is natuurlijk waar. Dus ja,
Geen zeurende kinderen vandaag. En ja. wat doe je op een saaie dag? Nou, ik heb iets gemaakt. Voor jou. Echt? Ja, voor jou. Maar ik ga jou één ding zeggen en dat moet je me echt beloven. Oké. Okay. Je gaat niet raden wie het is. Je gaat geen namen niet raden. Zeggen. Oké, voor in verband met privacy. Je gaat alleen maar kijken. Oké, fantastisch. Ja? Oh, dit is ongelooflijk. Ja. Maar hij is nog niet klaar, hè? Nee, dat snap ik. Ik zie jou niet meer trouwens, hoor. Jawel, ik ben heel klein geworden. Je zit fullscreen in verband met dat het heel... Nou, daar komt hij, hoor. ...gaat gebeuren. Ongelooflijk. Oh, die is schitterend. Die is echt zo ontzettend mooi. Wauw. Hij moet nog even gevoegd worden. Ja... dit is werkelijk veel meer dan ik ooit had verwacht in een magische uitzending. Ja, so, ik ben af. Dit is fantastisch. Nee, jullie hebben mijn twee favoriete vrouwen en allebei iets prachtigs gemaakt. In een hele andere discipline ook. Het is beeldende kunst, het is performance art, alles is langsgekomen. Maar Saskia, ik ben echt sprakeloos en ik vind hem schitterend. Ik vind hem heel hip. Echt hele mooi. Mooie kleur ook. En, nou, ja, binnenkort, hoor. Hoe ga ik je ooit terug kunnen betalen? Ja. Lief zijn voor de dochter. Ja, altijd, ja. Stefano. Kom op nou. Ja. Pak je. Lief zijn voor Alice en dan komt alles goed. Nee, dat ga ik deze vakantie komt hij naar je toe. Ontzettend leuk. Fantastisch. Het is nu al mijn meest dierbare bezit. Echt waar. ja, want mensen zijn geen bezit. Nee, dat is zo. Ja. Nou, dat was het eigenlijk. Ik heb voor de rest niet zo heel veel te vertellen. Dat geeft niks. Dit zegt meer dan 1000 woorden. Dat is mooi. Ja, echt heel mooi. Ja. Nou, is er een nieuwe beller? Ja. Dan ga ik weg, hoor. Ik weet niet hoe ik weg moet, maar... Hanneke Groenteman. Je mag altijd weg. Maar ik vind het echt ontzettend leuk. En super, wat een verrassing. En ontzettend... ja, ik vind het ook ontzettend stoer dat je zo live in de uitzending wilt. Nou, ik vind het ook wel heel stoer. Het is meer op aanraden van Alice dat ik dit gedaan heb. Je begrijpt dat ik het niet uit mezelf doe. Nou, dat maakt het des te magischer. Ja. Succes. Dit had ik nooit verwacht. Heel erg bedankt. Ja, ook een heel veel liefst van alle kinderen. Ze zullen na de vakantie wel nog gaar gekookter zijn. Ja, maar dan kun je ook. Ze hopelijk wel weer knuffelen. Nou, kom maar een keertje langs. Ja, nee, echt. Ik kom langs. Ik zal niks vertellen over het trucje. Nee, oké. Tenzij dat dan wel mag. Steven, wil jij nog iets vragen aan Saskia? Nou, ik ben helemaal blown away. Ik vind je ook een hele knappe vrouw. Mag ik toch wel zeggen? Nou, dankjewel, zeg. Mag je dat? Jij kunt dat nog zeggen. En heel leuk ook om je zo te zien. Leuk. Ja, leuk. En ik vind het een prachtig kunstwerk. Echt, Steven. Nou, ja. Nee hoor. Nou ja, mag ik ook zeggen. Een lolletje. Ik ben nogal sprakeloos en extreem dankbaar. Snap ik. Moet je ook zijn. Nou, Saskia, heel lief. Oké. We spreken elkaar snel in het echte leven. Zeker. Hopelijk. Hoop dat je me nog wil spreken. Doeg. Doeg, heel veel lief. Wauw. Stefano, dat is... Jezus, dit bedankt is toch niet normaal? Dat je dit mee wilde maken. Holy fuck. Prachtig. Dit was echt een mooi moment. Dit is... Het nooit verwachten. En ik weet dat Saskia het ook best wel spannend vindt. Ja, maar dat om snap het ik. Om te verschijnen. Dus dit, ja. Dat nou, zijn ook nog de iets meest voor je bijzondere maken. Opzicht. Oh my god. Nee, je mag het echt niet gaan verneuken nu, hè. Want anders ben je echt... Oké, er komt iemand al. Ik ga wel... Ik ga weer vandoor. Robert is er nu.
Oké, nou Steve, ik spreek je snel. Dan ga ik eruit vinden wie Robert is en wat hij ons kan vertellen over magie. Thank you voor alles. Bedankt. Keep the magic alive. Keep the magic alive. Dat gaan we zeker doen. Yo.